Welkom Marieke, superleuk dat je te gast bent vandaag in de podcast. Voor iedereen die jou nog niet kent of nog niet goed kent, wil je jezelf eventjes voorstellen om te beginnen. Oké, ik ben Marieke en ik ben schilderes. Ja, lastig vind ik dat altijd. Ik ben Marieke van Meijeren en ik ben, ja, hoe je dat allemaal zegt, hè, spiritual thought leader hier in Nederland en in België. Ik ben de eigenares en de oprichter van de Bewustzijnsschool in Amsterdam. Ik denk dat de meeste mensen me daar dan wel misschien een beetje van kennen. Maar ook van de Business School, de Soul, de app. Ik heb een eigen uitgeverij en ik heb vorig jaar mijn spirituele autobiografie uitgebracht. En die Ja, heet Rise en dat is ook een nice. zielaffirmatieboek. En ik heb net mijn boektour afgesloten. Mijn allereerste boektour door Nederland en België. Omdat ik mijn boek uitbracht, was het Corona. En ik moet zeggen, ja, dat was wel echt fantastisch. Ja, vertel, hoe heb je dat ervaren? Ja, dat is zoiets bizars, want ik doe natuurlijk gewoon alles in Amsterdam. En ja, daar denk ik gewoon niet over na, weet je wel. Wij boeken dan de grootste kerken in Amsterdam en die komen gewoon wel vol met honderden mensen. Ik bedoel, dat is niet eens iets meer waar ik dan mee bezig ben. Maar gewoon zeggen, we gaan gewoon het land in en de provincies af allemaal. En kleine dorpjes hebben we ook voor gekozen. We hebben niet gekozen voor het echte grote steden. Ja, Middelburg is natuurlijk wel een grote en Gent ook. Maar ja, om zo verrast te zijn dat er zoveel mensen op afkomen. Ik was helemaal verrast. Ik had gewoon verwacht dat er misschien 5 mensen zaten, weet je wel? En dat je dan binnenkomt en dat er mensen zijn, dat. Ja, Dat mooi. had mij ver, dat was verrast. En wat ik ook heel leuk vond, was dat je toch wel echt verschillen kan zien van, oh ja, deze mensen doen het zo en zitten er zo bij en nemen de informatie zo tot zich en doen zo mee. En als je dan in een andere provincie veel humor en licht en. En bij een andere zaten er weer oudere mensen. En in Breda zaten er hele jonge mensen. Weet je wel, dus het was voor mij ook heel leuk om te zien van, wauw, zo fucking divers. Weet je? Zo cool. Ja, echt heel cool. Dus dat ben ik. En daar ben ik een beetje mee bezig. Leuk, mooi. Want het klinkt wel echt als een soort serial entrepreneur als je het zo vertelt, hè? Eigen uitgeverij, bewustzijnsschool, je boek, hoe heet je app nou wat je zei? Soul. Ja. Ik heb ook Hoe al, ja. is dat Ik heb altijd al zoiets geweest dat je zoveel verschillende dingen wilde doen en dat je wilde ondernemen? Of is ja, het dat? heeft dus niet voor mij iets met ondernemen te maken. Want als ik hier ben thuis, hè, ik zit nu ook thuis. Er is bij mij gewoon altijd een stroom aanwezig die wil maken. Gewoon, dat kan in een vorm zijn van eten, recepten maken of bakken. Maar als dat dan daar niet in geuit wordt, dan ga ik schilderen of tekenen. Ik ben nu mijn tweede boek aan het maken en dat is niet iets wat ik dan als een ambitie of als een richting neerzet, maar dat is gewoon iets van, ik moet altijd scheppen. Uit. Ja. En met een eigen uitgeverij. En ik wist wel altijd al van vroeger, van heel jongs af aan, heb ik een herinnering van dat ik 2 ben. Die heb ik ook volgens mij wel in mijn boek geschreven. Maar dat ik een klein, ik denk dat ik 2 ben. Het is lente en mijn moeder die staat buiten. We staan allebei buiten. En we zijn mijn vader aan het uitzwaaien. Want die gaat altijd om 7 uur, 7:30 in Veenendaal met de trein naar Utrecht met zijn koffer. En ik ken eigenlijk mijn vader niet echt, want die is gewoon altijd aan het werk, 6 dagen in de week, van 6:30 of 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. En dan, als je kleintje bent, dan lig je al dan wel weer op bed.
En ik weet nog dat ik me omdraaide en dat de zon heel mooi door de straat heen scheen. En dat er toen een stem was: later als ik groot ben, dan ga ik het anders doen. Wow. En nou ja, toen, ik heb ook gestudeerd, maar nooit echt mijn ei daarin kwijt kunnen doen. Omdat alles zo in een stramien zit, hè, niet los of zo, of vrij. En ik wist eigenlijk ook nooit zo goed wat ik wilde worden. En ik was 25, was ik afgestudeerd, werkte ik bij een groot fashionbedrijf als marketingassistent. En ik denk dat ik daar een maandje zat of zo, hè? Dus van 9 tot 5. Bij Duivendrecht in de buurt, de Joop Gezinkweg, Oh ja. daar. En ik weet nog dat ik dan naar buiten zat te kijken en toen kwam in één keer die herinnering omhoog. En toen was het eigenlijk van, ja, maar later als ik groot ben, ga ik het anders doen. Maar nu ben ik groot, doe ik het niet anders. En toen heb ik besloten om ontslag te nemen en voor mezelf te beginnen. En wel ook een hele belangrijke noot is daarbij, is dat ik een relatie had destijds, al een tijdje, met een hele goede ondernemer. En ik onderneemde ook best wel veel, ik deed veel in zijn bedrijf ook. Het is niet iets wat uit de lucht is komen vallen. Dus hè, als je samenleeft met een ondernemer. En met investeringen en prognoses en cashflow en dat soort dingen. En je bent daar ook al jaren eigenlijk mee bezig. Ik was 22 toen ik met deze man kreeg. Ja, was voor mij eigenlijk niet een soort, oké, maar wat ga ik dan nu doen? Oké, ik ga ondernemen. Ja, Dus dat waar is ben je toen mee begonnen? iets wat heel dicht bij me stond en heel makkelijk te realiseren was. Ik heb toen een fotocamera gekocht en ben fotografe geworden. En ik ging fotoportfolio's maken voor modellen, beginnende modellen of modellen. Dat is uiteindelijk helemaal uitgegroeid. Dus uiteindelijk ben ik minder gaan fotograferen. Toen werkte er ongeveer, dus ik had uiteindelijk een fotoshootingbedrijf. Dat is toen een beetje uitgegroeid met 5 of 6 collega's. Liep echt heel goed. En ik ben me meer gaan toespitsen op een beetje dat hele diepe, intense, intieme portretfotografie. Daar had ik heel, heel mooi oog voor. En mensen op een bepaalde hele serene manier te portretteren. En daar werd ik op een gegeven moment een beetje bekend om. Dus toen, dat ging uiteindelijk ook gewoon wel lekker lopen. Maar het was voor mij ook op een gegeven moment heel erg dat mensen hun levensverhaal aan mij gingen vertellen. En ik kan helder zien. Dus ik kon bij mensen gewoon, als ik ze een hand geef, dan zag ik gewoon allemaal hun filmpjes. Het is natuurlijk ook een mensenbedrijf. Dus daar is bij mij uiteindelijk een beetje de, wat ga ik doen met mijn leven? Of wat wil ik blijven fotograferen? En toen had ik een tweede bedrijf gestart, dat was een tech startup, dus dat was technisch, dat was een IT-bedrijf eigenlijk. Denk dat ik dat van mijn 28e tot mijn 29e gehad heb. Dat heb ik toen verkocht. Ik werd daar 's nachts van wakker, helemaal zwetend. Fuck! Dit wil ik niet! Maar ja, als je met investeerders zit en allemaal aandeelhouders, ga er dan maar eens proberen uit te komen. Maar ik ben daar met een advocaat goed uitgekomen, zonder kleerscheuren. Toen was ik er wel een beetje klaar mee even. Toen wilde ik rust. En ik hou heel erg van alleen zijn. Dus toen ben ik gaan reizen. In mijn eentje in Spanje ben ik gaan hiken een aantal maanden. Zonder internet en wifi en dingen. En helemaal alleen. En ook niet de taal spreken. En daar was heel rustig. Ja, en had je toen je fotoshootingbedrijf nog, of heb je dat Ja, toen? dat liep gewoon door. Ja. Ja. Dus ik verdiende wel gewoon mijn geld zonder dat ik hoefde te werken. Ja. Ja. Wat heeft die een tijdje gebracht in Spanje, alleen wandelend? Hele leuke verhalen. Dat geloof ik. Ja.
Heel veel rust, bezieling. Helemaal heerlijk in mijn eigen cocoon. En een heel diep intuïtief contact met mezelf nog meer, maar ook met anderen allemaal. En wat het me uiteindelijk gegeven heeft, zonder dat ik daar naar op zoek was, dus dat is wel belangrijk om even te vertellen, is heb ik dat uiteindelijk ben ik daar, heb ik daar op de tweede maand of zo, of in de tweede maand was ik op een gegeven moment naar een bergdorpje gegaan. Daar ben ik weken geweest. En daar heb ik uiteindelijk de bewustzijnsschool gekregen. Ja, dus die is uiteindelijk weer helemaal in mij aangezet en herinnerd. En al die beeldjes die ik zag. En ik heb 3 dagen lang in een soort enorme, prachtige focus point gezeten in mezelf. Ik heb alleen maar alles opgeschreven wat er allemaal voorbij kwam. En toen ik uiteindelijk na 3 dagen een beetje zo wakker werd, was ik dat allemaal een beetje zo aan het doorlezen. Toen was ik in Granada heel eventjes. In een koffietentje. En toen ik het eenmaal een beetje zo door had, toen dacht ik: nee, dit ga ik niet doen. Nee, Heb waarom ik niet? helemaal geen zin in. Nee. Nee? Nee, ik had gewoon net mijn tweede bedrijf verkocht. Ik had een bedrijf. Ik had geen zin in. Ik had gewoon geen zin. En ik had natuurlijk. Mijn familie vond hiken in mijn eentje al heel spiritueel. Dat ik en heel erg zweverig. Dus ja, dan weet je ook een beetje de background gelijk. Dus hoe ik nu leef en de bewustzijnsschool en alle dingen doe die ik doe. Ja, dat is natuurlijk echt op en top zweef. Dus dat was voor mij was dat een enorme weg om daar doorheen te gaan. En mezelf helemaal daarin te kunnen laten gaan. En mezelf voeten en handen te kunnen geven en te zeggen, maar dit is wat wie ik ben. En dit is wat ik ben en dit is wat ik ga doen. En toen ik dat eenmaal had gevonden, of nou ja, dat was een jaar later, was ik in Costa Rica ook nog geweest een tijd. Heb ik gewerkt in een Attitudinal Healing Centrum. Wat heel intensief was met verschillende casussen, met mensen en zo. En toen kreeg ik een. Echt een ervaring voor een pijl van boven door mijn hoofd, zo door mijn hart heen ging het helemaal, dat ik helemaal openbarstte en dat er alle filmpjes van Spanje helemaal door me heen gingen en dat het in één keer zo wow, ik moet een school beginnen. De bewustzijnsschool. En toen heb ik me omgedraaid, ben ik gaan fietsen naar huis, heb ik gekeken of de URL de bewustzijnsschool vrij was. Die was vrij. Ja, en sindsdien doe ik wat ik doe. Ja, je kon Ongeschoold. niet anders meer. Nee, het was gewoon. Mijn hele lichaam gaat er gewoon op aan. Weet je, het is gewoon. Het is ook niet bedacht, hè? Dat is een hele andere vorm, hè? Het komt niet uit. Ik ben gaan zitten in Spanje en gaan denken van wat ga ik doen met mijn leven. Het is een enorme zielactivatie weg geweest van. Van hè, de weg die ook zo hoort. Dus je ziel heeft zeg maar die hele programmering van de missie al in zich zitten. En dat zit natuurlijk hier helemaal verweven door mijn lijf heen. En uiteindelijk heb ik er ook voor gekozen dat die op mijn 30ste afging. Weet je? Dus ja, en als je heel gecentreerd bent en je hebt je bewustzijn ook. He, gelokaliseerd om jezelf en je kan jezelf voelen en je hebt jezelf een beetje helder, je hebt jezelf een beetje uitgevonden en je voelt dat en je ervaart dat, ja, dan zeg je gewoon oké. Ik luister. Oké. Dus dat. Had je eerder in je leven enig besef van je spiritualiteit of je intuïtie, je gevoeligheid, en die ziel? Altijd. Hoe uitte zich dat? Door de muren kunnen kijken, filmpjes van mensen kunnen zien of filmpjes van hè, omgevingen, ruimtes, eigenlijk informatie kunnen waarnemen, voelen, helder voelen,
Helder weten heb ik ook, maar ook geesten aan de bed hebben, weet je, allemaal van dat soort dingen. Wat voor mij hetzelfde is als een kopje koffie drinken, is dat voor mij ook een heel normaal iets. Ja. Nou, hoe vond je dat toen je jonger was? Want je komt dus uit een gezin of uit een systeem waar dat helemaal niet zo normaal was, of misschien niet herkenbaar was voor anderen. Hoe heb je dat toen ervaren? Was dat gewoon voor jou heel normaal of voelde je je daarmee anders? Voor mij was het normaal, maar je voelt je dan wel eenzaam, opgesloten. Dat. Ja. En dat heb ik natuurlijk op mijn 16e met mijn bijna doodervaring. Wat een heel menselijk traumatisch iets is, maar wat een spiritueel wonder is, hè, om mee te maken. Ja, nadien, daar heb ik wel volle bewustzijn over gehad. Dat ik toen besloten heb om daar nooit over te praten. Vanuit, ook omdat er gewoon dat soort gesprekken waren er gewoon niet. Er werd gewoon niet gesproken. Dus dan neem je, hè, wat kinderen gewoon doen is, je neemt het collectief van het gezin over. Dus ook de regels van de familie of hè, de ongesproken ja. Agreements, hè? Overeenkomsten. We praten niet over dit, dit en dit en dit. En dan als kind zijn en je voelt dat soort dingen aan, dan hè, en je wil de liefde van je ouders behouden, dan ga je dus dat soort dingen doen. Dus ik heb gewoon besloten om in die agreement te blijven, totdat ik de bewustzijnsschool kreeg. Ja. En toen kreeg je de bewustzijnsschool. Je kon niet anders meer. Je zei, oké, I surrender, ik ga het doen. En toen, hoe was het om dat op te zetten? Hoe is dat gegaan? Ja, dat is wel een feestje. Ja, dat was voor mij, ik denk wel de heerlijkste periode in mijn leven. Ja, waarom? Ook hoor, ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Maar ik hou echt van dat. In dat proces zitten van iets bouwen. Ik was echt verliefd, weet je wel. Gewoon 's ochtends wakker worden, mijn laptop open doen, dingen schrijven, panden gaan zoeken. Ik was ook vrijgezel, weet je wel. Ik had helemaal niks dan alleen maar dit en mezelf. Dat andere bedrijf, dat liep helemaal fantastisch. Weet je, het was gewoon één groot speeltuin. Met ook wel hele enge dingen. Hè? Ik bedoel, het is heel eng als je zo jong bent om grote huurcontracten af te sluiten. Investeringen binnen te halen. Want anders kon het natuurlijk ook niet starten. Dus het zijn ook allemaal enorme bergen die ik beklommen heb in mezelf. Om het uiteindelijk te realiseren. Maar de fuel was gewoon een soort van verliefd. Ja. Ja, dat was gewoon fantastisch. Heb je in dat proces alleen maar in die verliefdheid gezeten? Of was het ook, hè, wat je zegt, zijn ook natuurlijk hele spannende dingen. Zulke huurcontracten, investeringen. Waren er ook momenten dat je dacht, jeetje, wat ga ik doen? En ga ik dit wel echt doen? Heb ik niet één keer gehad. Tot de avond. Ik had besloten om zacht open te gaan, dus heel stilletjes. Om te kijken hoe het allemaal gaat. En omdat het ook gewoon nog helemaal niet af was, de school. Er zaten nog gaten in de vloer en muren waren nog helemaal groen-geel, weet je wel. Dus we waren ook echt nog aan het verbouwen. En ik kwam thuis. Volgens mij was dat dan het was een zondag. En maandagochtend ging ik dan voor het eerst open. En zondag vloog het me gewoon aan in de keuken. Toen, weet je, echt zo'n paniek. Echt, oh mijn god. En
Maar dat was ook wel een hele mooie ervaring. Ik moest toen heel hard huilen. Ik durfde niet meer. Ik was helemaal verlamd van de angst. Toen ben ik in mijn keuken op de grond gaan zitten, omdat ik helemaal niet goed werd. En toen dacht ik ook van, oh, niemand weet nog dat de school er is, dan alleen de 100 mensen die er gaan werken. En ik kan hem morgen ook gewoon nog dicht doen. Ik stort gewoon al die investeringsgelden terug. En ik moet wat ik al uitgegeven heb even terugbetalen. Maar dat kan ook wel met het andere bedrijf. Is ook helemaal oké. Okay. Dus ik zat al een soort helemaal ertussenuit te piepen. Maar ik was ook zo aan het huilen. En toen in één keer kwam er omhoog gewoon zo'n ontzettende overtuiging in mezelf. Die is er bij mij wel echt helemaal ingegroefd. Nu niet meer, maar dat ik zo ontzettend dom ben dat ik dit gewoon helemaal niet kan, weet je? Ik bedoel, ik heb dat vroeger toen met opgroeien en op de basisschool en van mensen zo ontzettend veel gehoord. Ik bedoel, mensen zeiden gewoon tegen mij letterlijk vroeger: als jij kan werken als cashier bij de Albert Heijn, dan heb je het goed gedaan. En dat is dat natuurlijk, hè, 's ochtends, als je zo jong bent. Je groeit daarin op, dan is dat zo. Weet je wel, ik heb natuurlijk daarin mezelf, hè, in kleine stappen en in grote stappen met mijn andere ondernemingen, hè, daar, hè, die spreekwoordelijke bergen wel overgelopen. Maar hier ging het gewoon in de sale, weet je, uitverkopen bij Marieke. Je kan gewoon pakken wat je pakken kan. De overtuiging, ik ben dom. Dus dat was een soort. Van mijn ego, een soort zegeviermoment, weet je wel. Yes! See, you're so fucking dumb, you cannot do this. En toen was gewoon verlammend. En toen kreeg ik een hele mooie ervaring. Want toen kwam dus mijn opa naar binnen. Mijn opa is dood. Dus mijn opa die kwam binnen en die heb ik eigenlijk altijd bij me, mijn opa. En die ging naast mij staan en die zei, je moet omhoog komen. Je moet niet zitten op de vloer. En dat kostte me best wel wat moeite om weer op te staan, hè? Rise. Dus toen stond ik op en toen moest ik zo hard huilen. Toen zei ik tegen mijn opa, ja, ik ben veel te dom om dit te doen. Wie ben ik nu dan? Om een school te hebben en dat soort dingen. En toen zei hij, ja, maar je doet het niet alleen. Je doet het met zo ontzettend veel. En toen, wat er toen gebeurde, was zo mooi. Toen stond er achter mijn opa, mijn andere opa, mijn oma, andere mensen. En toen zag ik op een gegeven moment, weet je wel, omdat ik dan helderziend ben, zag ik op een gegeven moment een hele trappenhuis vol staan met mensen. En toen keek ik dus, hè, met mijn andere, niet met mijn ogen, maar met anders, keek ik dus de hele straat en er stonden honderden, duizenden mensen. Die stonden allemaal achter mij. Toen zei ik, zie je nou wel, je doet het niet alleen. Wij zijn allemaal bij jou. En sindsdien dacht ik, oké. Okay. Dus eigenlijk heb ik daar een hele mooie, je kan een inzicht noemen of een healing of een enorm alchemistisch proces met mezelf gehad, wat spiritueel is. Ja, sindsdien heb ik dat niet meer. Nee. Denk je Dus daar dat nu is. ook nog vaak aan, aan al die mensen die achter jou Ik denk staan? dat ik er wel eens aan, ja. Of nu, weet je wel, dan voel ik dat ook helemaal zo. Ja, ik kan dat dan helemaal zo voelen. Helemaal zo. Oh ja, toen, weet je wel. En dan zit ik er helemaal in. Ja. Dus ja. Was het, ja, sorry, ga doen. Ja, dus mensen denken heel vaak ook, oh, doe het helemaal alleen. Of ik moet het alleen doen, hè? Ondernemen of. Ja. Ja, maar als het vanuit een goede koker komt, hè, om het even zo te zeggen, je ziel, en je zegt tegen je handen, oké, I'm gonna do it, ja, dan is er zoveel hulp. Zoveel hulp. Maar het gaat er alleen om of je daar ook voor kan openen of niet. En ik ben ook heel aards, hè. Ik bedoel, ik ben heel, dit ben ik, maar ik ben ook gewoon een hele goede ondernemer. Dat kan ik nu wel zeggen. Maar ja, het gaat niet zonder slag of stoot. En dat is wat volwassen zijn inhoudt. Ja.
volwassen zijn houdt in, durf ik de bergen spreekwoordelijk te beklimmen? Kan ik mijn eigen leider zijn? Kan ik dan navigeren door de landschappen heen? Weet ik wat de rechterkant is? Weet ik wat links is als ik mijn mensen moet voeden? Weet ik waar ik heen moet gaan? Ja, dat heet volwassen zijn. Kan ik die hulp accepteren? Nee. Ja, kan ik ontvangen? Hè, kan ik alle goodies ontvangen die er daarna komen? Kan ik dat dan weer multiplyen? Want dat is natuurlijk uiteindelijk ook wat weer de bedoeling is. Ja. En hoe was dat hele avontuur van de bewustzijnsschool? Hè, dat je begon stagjes, stilletjes aan. Uiteindelijk, hè, werd dat groter en bekender. Je had een hele mooie fysieke locatie waar veel mensen, hè, elke week kwamen. Hoe was dat hele avontuur? En het avontuur duurt voort, want het is er natuurlijk nog. Ja, dat was in het begin, want uiteindelijk dacht ik, oh, ik ga stilletjes open. Dat was dus uiteindelijk niet zo. Want ik weet niet meer zo goed hoe dat is gegaan. Maar uiteindelijk stond in die eerste paar maanden stond de school helemaal vol met de pers. Maar ook alle grote yogaschoolnamen. In Amsterdam, één grote yogaschool wilde investeren en wilde ook aandeelhouder worden. En dan uiteindelijk weer niet. Een andere grote partij, die stond ook in de school en die wilde gewoon kijken wat de fuck gebeurt hier allemaal. Weet je, je krijgt zoveel om je heen, maar ook dus heel veel pers. En wat mij daarin dus ook een andere kant uiteindelijk opende was. Dat de pers was gewoon heel erg, was oké, wauw, weet je wel, een levensschool. Hè? Ik heb het heel erg neergezet als een sportschool voor de mind, body en soul. Dat destijds was er nog niks van dat. Maar mensen waren daar wel in geïnteresseerd, maar mensen waren heel erg geïnteresseerd in dat meisje die school start, wat een ontzettende diepe school is. Dus wie is dan dat meisje? Dus toen was uiteindelijk een soort van, ik stond achter de school. Ik had ook niet de ambitie om, of gedachten of iets om, ik wilde gewoon de bewustzijnsschool doen als ondernemer. En niet zozeer als spreker of als op de voorgrond te staan. En toen was het dus uiteindelijk, hup, al die lampen op mij. En toen was het een soort van, en wie ben jij dan? En dat bracht wel weer een hele andere reis. Omdat er toen uiteindelijk, hè, ik had natuurlijk een heel mooi zinnetje voor mezelf. Dat was, ja, ik ben zo geboren. Maar ik heb op mijn 16 heb ik een bijna doodervaring gehad, 2 keer. Ja, dus dat, weet je wel, en daar komt dat uit voort. Maar dat was het, weet je wel. Dat was gewoon een soort verhaaltje wat ik mezelf verteld heb, wat heel comfortabel en veilig voor mezelf voelde. Totdat dat ook een beetje begon te wringen, want dat was eigenlijk een enorm life-changing big event. Eigenlijk wel wat mij helemaal ook wel gewoon super gevormd heeft, waar ik eigenlijk niet naartoe wilde. Ik wilde daar eigenlijk niet naartoe, ik wilde daar niet over praten, want ik had er natuurlijk een overeenkomst met mezelf gemaakt van ik ga hier nooit over praten, dan alleen dat zinnetje. En dat bracht natuurlijk ook weer hele andere dingen weer in werking. Ja, want hoe kwam het dat die pers zo kwam opdagen? Hadden jullie daar zelf heel veel aan gedaan of overkwam dat jullie een beetje? Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat we gingen starten, toen hadden we al 75 members. En het was echt mond tot mond. Het was een soort rumor in the town. Oh, de bewustzijnsschool komt eraan, weet je wel. We hadden natuurlijk wel ook gewoon gelijk marketingteam en PR. We zaten op Facebook, weet je, we hadden nog geen Instagram. We waren echt wel daarmee bezig. Met zichtbaar zijn. Volgens mij hebben we een keer een persbericht eruit laten sturen.
door een persbureau. Maar ja, weet je wel, ik bedoel, ik ben nu ook, weet je wel, ik bedoel, het is niet zo dat als je een persbericht eruit stuurt, dat je hal dan helemaal vol staat maandenlang, weet je wel. Nee. Dus dat is toch iets geweest van des in die tijd. Ja. Ja, ik kan dat niet zo goed zeggen dan alleen als je je roeping echt volgt en je durft de bergen ook te beklimmen, dat het goddelijke of God, hoe je het wel moet noemen, je ook wel echt wel helpt, ondersteunt en gewoon. Ja, dus ik geloof wel dat dat heel, mij heel erg, dat die kant mij heel erg geholpen heeft, ja. Ja, nou, dat vind ik heel mooi hieraan, want eigenlijk is het altijd heel mooi georchestreerd, hè, in waar het allemaal naartoe mag. Want Ja. je zegt, ik was niet van plan om op de voorgrond te staan, maar opeens hè, was de spotlight op mij. Sorry, heel stukje water. Dat mag wel hoor. Drink Ja. ook koffie. Take off. Maar opeens ging het over mij en toen. Nou ja, eigenlijk op die manier werd je opeens spreker en een bekend gezicht en kwam je meer op het podium. Ja, dat is ook niet een directe keus geweest van mij. Ik moet wel ook wel zeggen, ik dans. Ik dans mijn hele leven lang al. En dan denk ik, ja, ik dans. Maar ik dans echt een paar keer in de week. In de avond, echt een uur. En toen ik in die, dat was ik wel vergeten te vertellen, toen ik in die opbouwfase zat van de bewustzijnsschool, was ik ook altijd aan het dansen. Dat is gewoon een manier voor mezelf om me lekker te uiten en gewoon mijn ding te doen. En tijdens het dansen kreeg ik visioenen. Dat heb ik eigenlijk altijd. Hè? Visioenen, dat is ja, dat. Dus visioenen. En toen kreeg ik ook visioenen van mezelf in kerken. Dat ik in een kerk sta en dat er allemaal mensen staan. En dat ik eigenlijk die visioenen gewoon gedownload heb. Maar dat er niet een geest bijgekomen is of een mind van, oh, ik ga bij kerken staan en dat moet ik dan gaan doen of wat dan ook. Ik heb dat gewoon gezien en gedownload en ik heb daar gewoon geen klap mee gedaan. Waarom niet? Omdat er nog een andere berg is dat ik mezelf vroeger, als je echt denkt dat je dom bent, hè, en je moet voor de klas gaan staan en wat dan. Ik weet niet of jij dat nog misschien ook gehad hebt, maar ik kreeg altijd hele rode vlekken, wat bijna leek op brandplekken. Gewoon van de totale stress. Of ik moest kotsen voordat ik op moest. Dat ik er gewoon helemaal ziek van werd. Ook ik kon gewoon ook niet meer slapen van de stress 's avonds. Dan heb je het over een meisje van 6, hè? Ik bedoel, ik kon met dat soort dingen kon ik gewoon niet mee omgaan. En dus lesgeven of spreken is niet bij mij een optie geweest om überhaupt ooit te doen. Dus na maanden of zo in de bewustzijnsschool zegt op een gegeven moment Genna, dat was dan een goede vriendin van mij, maar dat was de general manager. Dat was ook echt een general manager. Dat was een advocaat. Dat was echt helemaal top, zei en ik. En die zei op een gegeven moment in die staccato stem van daar, Marie, we moeten een lezing gaan organiseren. Tegen haar zei, top, weet je, regel het even, weet je. Ga even Maar ik kijken. niet. Nee, regel het. Supergoed idee. Weet je, ik bedoel, dat het geen optie is, dan ga je er zelf ook niet op aan, weet je wel. Not a chance. Komt niet uit je hoofd. Nee. En die zegt op een gegeven moment, nou, wat dacht je van jezelf? Dus ik zeg, nou, wat dacht je van jezelf? Ik dacht het lekker niet. Weet je, wat moet ik nou over bewustzijn en wat moet ik nou daarover vertellen? Ik bedoel, kunnen beter Tijn Tauber of hè, dat soort mensen gaan vragen. En dat deden we toen ook al. Hè. We gaven ook al lezingen met bekende mensen. En toen zei ik, nee, ik vind het echt een goed idee dat jij het gaat doen. En toen heb ik in een soort vlaag van verbijstering, denk ik gewoon, dat ik gezegd heb, ja, oké, doe maar dan, maar er komt toch niemand. En toen waren we pas een paar maanden open. Hè. Ik denk dat we 4, 5 maanden open waren. Hè. Dus ik bedoel, er waren misschien 10 publicaties geweest in verschillende tijdschriften en zo. En volgens mij binnen
Ik denk binnen 4 dagen of zo waren al die 100 tickets verkocht. Wow. En toen zei ik echt, hoezo dan, weet je wel? Ik bedoel, dat was voor mij gewoon, wie wilde nu naar mij luisteren? Ik bedoel, het is niet dat iemand mij ooit ergens gehoord of gezien heeft. Nou ja, in de media natuurlijk. Ja, maar dat waren gewoon interviews, weet je wel? Ik bedoel, nee, dus ik denk kut, natuurlijk. Of natuurlijk, ik dacht gewoon kut. En dat is voor mij een onwijs mooie ervaring geweest. Dus ja, ze noemen dat in de jaren 60 en 70, noemen ze dat channelen. Ik kan niet zoveel met dat woord. Dus ik noem het, ik ga aan. En dat is voor mij de eerste keer geweest dat ik dat zo puur heb ervaren. Dus toen was de zaal was helemaal vol met mensen. En ik weet ook nog wel dat ik daarin kwam. En dat ik echt een soort, dan word ik altijd autistisch. En dat heb ik nu nog, hè. Ik bedoel, het is gewoon een verhaal van nu ook. Maar wat ergens uiteindelijk ruimte heeft gekregen om zich te gaan laten zien. En ik channel mijn hogere zelf of mijn ziel, hoe je dat allemaal wil noemen. En ik weet nog dat ik ging zitten en toen bleef ik dus stil. Dus iedereen die zit daar. En in mijn hoofd is het echt, oh fuck, Marieke, iedereen denkt nu dat je raar of gek bent. En hè, dat waren dus ook twee overtuigingen van mezelf. Je bent gek, je praat niet. En in één keer, alsof ik een soort beweging deed, was er een soort zoek. En ik heb dat nu ook altijd, maar dat gevoel van dat Marieke helemaal op de achtergrond klikt en dat zeg maar dat andere grotere helemaal zo komt helemaal naar voren. En ik zie alles en iedereen, alle films en gedachten van anderen en dan neem ik dat allemaal zo helemaal tot me. En dan in één keer, dan adem ik één keer helemaal flink uit. En dan in één keer ga ik praten en ik kan ook naar mezelf luisteren. Dan denk, hè, dus Marieke zit ook op de achtergrond en die denkt dan, waar de fuck haal je dit allemaal vandaan? En dan kan ik een uur of een half uur of een kwartier, kan ik gewoon helemaal zo'n muziekstuk spelen, ga ik helemaal zo voem. En alle mensen zitten dan, what the fuck? Want ze voelen dat natuurlijk. Ja, en dan is het klaar. En dan zijn mensen ergens geïnspireerd of zo. En dan komen ze weer terug. En zo schrijf ik ook mijn teksten en mijn boek. Dus ik ben daar helemaal in gaan leunen, hè, als het ware. Als ik ga schilderen, zit ik ook daar in dat bewustzijnsniveau. Dat is eigenlijk een soort verhoogd bewustzijnsniveau. In het begin, ik kan daar nu grapjes over maken. Oh ja, dan word je weer zo'n autistische chick. Ik kan ook dan ook bijna niet meer praten of normaal. Dus ik heb niet naast mijn rechterhand, mijn beste vriendin, die is altijd met mij mee, want die doet dan dat soort praktische vragen en dingen. En mij moet je gewoon met rust laten. En dan vervolgens, ja, en dan klik ik daar helemaal in en dan doe ik mijn dingen. En dat was voor mij, is dat een life-changing gebeurtenis geweest, waarin ik me eigenlijk elke keer gezegd heb tegen mezelf van oké, en we gaan dit nu blijven doen. Dus we gaan over die berg en we gaan daar zitten. We gaan over de berg en we gaan daar zitten. We gaan over de berg en we gaan zitten. En ja, uiteindelijk ben ik ook uiteindelijk daaruit voort ook mijn les gaan geven. Dat heet eerst creatieve bewustwording. Ja, dat voelde voor mij heel ruim, zodat ik mezelf kan laten gaan in wat dan de les zou mogen zijn. Ja. En uiteindelijk is daar dus de transcendente reizen uit voortgekomen. Maar uiteindelijk groeit dat dus ook, weet je wel. Dus eerst zat er niemand in mijn les. En dan 1, en dan 0, en dan 2, en dan 0, en dan 5, en dan 15, 17, 35, 60, 100. En toen was de zaal te klein, weet je wel. En dan gaan we naar een kerk. En dat is wat ik natuurlijk nu. Beetje met mensen nu een beetje zien van, oh ja, maar Marieke die heeft die kerk vol. Ja, maar Marieke is wel met niemand begonnen.
Ja, en dat vergeten we vaak, hè, als we kijken naar. Ja, ik ben gewoon met niks begonnen. Helemaal niemand. Ja. Maar je Helemaal bent het wel blijven doen, ook toen er maar één iemand was, of toen er nog niemand kwam, of toen er maar twee waren en toen er iemand. ja, ik ben gewoon blijven zitten. Ik dacht, oké, niemand is er. Dan geef ik de les voor mezelf. En dan zeg je ook tegen het goddelijke, hè, van oké, dit is wat ik voel, wat ik moet doen, weet je wel. Ik blijf zitten. Ik ga ook lesgeven, net zo kwalitatief, net met alles wat ik ben. Ook voor 0 personen, ook voor 1 persoon. Alsof er 100 mensen zitten. Hè. Maar het gaat niet om de aantallen. En dat is wat mensen natuurlijk nu allemaal denken. Het gaat om aantallen en dingen. Nee, het gaat erom van, zit ik er? Do I show up? Ja, maar wel vanuit welk ingangspunt show Ja. ik, hè, ben ik daar? Want dat vind ik heel interessant aan jouw verhaal. Eigenlijk op meerdere momenten werd je bijna gedwongen, hè, om te gaan doen wat je moest doen. Dus die bewustzijnsschool die letterlijk zo tot jou kwam en een jaar later eigenlijk nog eens van, yo, ga dat nou doen, joe. Maar ook dit met dat spreken, met dat podium, met voor een grote groep staan. Letterlijk doordat jouw general manager eigenlijk zei: Yo, Mariek, jij moet dat gaan doen. Oh, oké. Dus je bent ook wel heel mooi gegidst. En soms, hè, even met een harde duw in je rug, misschien Ja, de goede richting ingeduwd. en ik denk ook dat mensen een heel, heel, wat ik in het begin natuurlijk ook zei, van ja, ik heb me zo verliefd gevoeld en zo heerlijk. Maar ik denk dat heel veel mensen niet de kennis hebben over dat het dus ook. Dat het offers vraagt. Dat het eng is, dat het niet over roze geur en maneschijn gaat, dat het de hardste weg is tot zelfheling, dat het de meest confronterendste weg is waarin je jezelf gaat leren ontdekken, waarin je alleen maar brutally elke dag geconfronteerd wordt met jezelf. En dat iets niet altijd een overnight succes is, ook al lijkt dat wel zo. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Wij zitten nu in ons 16e jaar en ik geloof wel, wij waren in ons derde jaar draaiden we onze eerste kleine winst. Dus had ik de meeste investeringen had ik terugbetaald. Dat is niet normaal. Weet je? Dus dat is wel expansief gegroeid. En wij groeien nog steeds expansief. Maar dat gaat er wel om of je de bergen wil beklimmen. En you want to do the work. En durf je offers te vragen, maar durf je ook je hersenpan te gebruiken. En dat is misschien ook wel een hele belangrijke die ik wel aan wil tikken. Is dat ik dan ook terugkom eventjes op het begin. Is van ja, ik heb 5 jaar een relatie gehad met een ondernemer. En dan leer je ondernemen. En ik kan echt zeggen, ik ben een ondernemer. En ik ben heel diep spiritueel. Ik ga niet teniet doen of een beetje van mijn ziel afsnoepen om trucjes of dingetjes te doen die totaal niet bij mij passen. Hè? Die kosten transparantheid, eerlijkheid, authenticiteit. Hè? Ga die hele riedel maar af, vrijheid. En daar ga ik niet van afsnoepen. Dat zou ik nooit doen. Maar het gaat er wel om van, ken ik mezelf en kan ik ondernemen leren? Want ondernemen is gewoon, joh, ben niet in, als jij nu dit interview ziet en je denkt, ik ga een coachingspraktijk starten, ben je nog geen ondernemer. Ondernemer ben je voor de long run. Ben je als je een paar cyclussen door bent gegaan van klanten en jezelf opnieuw uitvinden? Je moet jezelf steeds opnieuw uitvinden, maar daar is wel kennis voor nodig. Ja. Je gewoon leren. Ik heb ook niet cashflowen geleerd
wat uit de lucht kwam vallen, snap je? Ik heb dat geleerd van mijn ex destijds. Ja. Ik heb geleerd, ik heb gestudeerd marketing en communicatie. Dat is mijn achtergrond geweest. Niet dat ik daar heel erg lekker opgelet heb. Maar marketing en communicatie kwam natuurlijk ook weer voort terug bij de ondernemingen van mijn ex. Ja. Ja, en als we dan zo doorgaan, ja. Ik kan wel zeggen, ik ben niet een. Oh, het is allemaal, weet je wel, zo gekomen omdat het zo kwam. Nee, het is inderdaad, weet je wel, you have to show up, maar je moet ook leren wat je aan het doen bent. Ja. Ja, wat is iets wat je echt heel belangrijk vindt dat je andere ondernemers, spirituele of bewuste ondernemers, echt wil meegeven? Ja, dit wat ik net gezegd heb. Eigenlijk het verhaal op zichzelf staat. En dat als je. En dat is het meest simpele wat ik kan zeggen, maar dat snijdt altijd wel hout voor iedereen. Als je bakker wil worden, dan ga je of thuis urenlang, dagenlang, wekenlang, maandenlang broden bakken, omdat je het perfecte brood wil bakken. Of je kiest ervoor omdat je bakker wil worden, dat je naar een bakkersopleiding gaat. Hè? Omdat, hè, we hebben allemaal verschillende manieren van leren. Hè? Ja. Ik ben meer optie 1. Ik zet mezelf in de keuken en ik ga doen en doen en doen en doen en doen. Maar misschien ben jij wel, oké, ik kies voor optie 2, ik ga naar een bakkersopleiding. Dat is hetzelfde met ondernemen. Dus als we een KVK-nummer nemen en een BTW-nummer en we hebben 3 klanten of 4 klanten, betekent nog niet dat je een ondernemer bent. Dan begint het pas. En dan hebben we wel echt serieus dingen nodig. Ja. Ja, en regel dat voor jezelf. Ja, Ja. regel dat. Ja. Ja, want ik bedoel, ja. Heel serieus. Het is ook zoals ik het zeg, want 90% van de ondernemers of ZZP'ers elk jaar stoppen ermee. Ja. Dat is niet omdat God niet wil dat jij je ding niet doet. Nee, dat heeft ermee te maken dat je het wel gehoord hebt van God, dat je ja hebt gezegd, maar dat je je kop niet gebruikt. En dat is wat het spirituele natuurlijk. The mind. Ja. Ik zeg, Moet allemaal wow. uit de lucht komen vallen, het liefst tijdens je meditatie. Ja, maar het is ook, you have to do the work. Je moet op je bek gaan en weer opstaan. Hè, dat is wat ik net ook zei, weet je wel, met mijn opa. Of volgens mij na het eerste jaar, hè, want ik bedoel, programma's gemaakt, programma's geschreven. Nou, ik kon helemaal mijn ei kwijt, hè, met dat, ik moet maken, dat doe ik nu nog steeds. Maar nu hebben we meer ook een manager die dan zegt, Marieke, misschien eventjes nu niet, weet je wel. Nou, dan maak ik thuis een schilderij, ook goed, weet je wel. Maar ik heb in het eerste jaar ook op een gegeven moment doorgerekend en geprognosticeerd van, oh ja, nee, oké, nu komen we dus niet zo lekker uit. We hebben wel een investering nodig. Nou, dan Ja. moet je een investeringsplan maken, dan moet je langs mensen gaan. Precies. En dan komt en het goddelijke zegt, geeft wel jou de juiste mensen op je pad. Ja. Maar als jij geen plan weet te maken, of je kent je cijfers niet, wat wil je dan bij zo'n man doen? Weet je dit? Hoi, ik wil graag 50.000 euro of een ton of een half miljoen. Weet je, dat gaan ze niet doen op je mooie bruine ogen. En erg Nee, nog, met jouw goede het gevoel. is zo'n mannelijke wereld. Ze pakken wat ze kunnen pakken. Ik bedoel, ja. Dus Dus ja, ook dat weet je wel. het praktische en het aardse doen. Ja, het is als so above, so below. Ja. Mooi. Ja, absoluut. Ik zie even ondertussen de tijd en helaas heb ik niet meer tijd, want volgens mij kunnen we echt nog wel een half uur of een uur doorgaan voor een gevoel. Dus wie weet moeten we een vervolg doen. Gezellig. Ja, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer willen weten, als ze meer willen ervaren, als ze misschien jou willen horen spreken?
Waar kunnen ze meer leren over jou? Op mijn Instagram ben ik, dus Marieke van Meijeren 3, daarachter. Ja, en gewoon de bewustzijnsschool op Instagram. Ja, en dan kom je vanzelf wel uit op een website of een online les. Ik ben eventjes niet live na de komende tijd. Ook fijn. ook lekker, dus ja, dus dat. Ja, op Instagram. Super. Gezellig. En ik vraag altijd al mijn gasten naar wie zou jij heel graag in een volgende podcast willen horen? Oh, nu val je. Wacht, wat zei Ja, je? ben ik er weer? Ja. Ik vraag altijd al mijn gasten wie zou jij heel graag in een volgende willen horen? Dus aan wie zou je het stokje willen doorgeven? Ja, zeg je wat? Doe maar Tim Douwsma. Daar kom ik net vandaan. Zet hem maar lekker op de stoel. Oké, leuk. Dankjewel. Ja. Ontzettend mooi hoe onze paden zich kruisten en hoe we ook een gemeenschappelijke achtergrond hebben. Dat Ja, gezellig. dankjewel en dank aan iedereen voor het kijken of het luisteren. En heel graag tot een volgende.